Ik denk het ook. En ik denk dat je het ook heel mooi, echt heel duidelijk en rustig uitlegde. En ik denk dat heel veel mensen dit ook met je meevoelen. Het is onbegrijpelijk soms waarom het ene wel mag en het andere niet. En heeft eigenlijk niks meer mee te maken met wat veilig is of niet veilig. Waar het uiteindelijk om gaat is de hoeveelheden besmettingen die je krijgt. En door bepaalde zaken niet toe te laten, krijg je gewoon minder besmettingen in zijn algeheel. Maar het wil niet zeggen dat het ene ding wat wel mag altijd veiliger is dan het andere wat niet mag. Ja, maar dat is mag. De vraag. Waarom dat die geeft sectoren natuurlijk wel heel veel onvrede. Maar waarom altijd, en kijk naar Cornald Maas, waarom altijd cultuur? Waarom is dat altijd het kind van de rekening? Ja. Kind van de rekening, ja, sinds eigenlijk het begin. Hè. Dus ja. Het is nooit echt goed benadrukt door het kabinet sowieso wat het belang van de kunst is. Maar dat is dan meer een moreel ding nog. Maar je merkt het ook op de persconferentie. En het punt is echt al vaker gemaakt. Je valt ook in herhalingen bijna. Maar oké, kennelijk aan dovemans oor wat je vaak zegt. Als vandaag wordt beargumenteerd, ja, er gaan musea en zo zijn onder andere dicht, omdat allerlei beroepsgroepen of beroepgroepen mensen zich daarheen verplaatsen. En dan krijg je, denk ik, ja. En wat gebeurt er dan binnenkort met de IKEA's en de Bijenkorven, waar ook mensen van grote afstand heen komen? Wat is er gebeurd met al die groepen mensen dan die naar de grensplaatsen gingen om daar te gaan shoppen? Dat is geen argument. En wat ik dan haast steeds denk, is dat dit dat het toch uiteindelijk voor Nieland deel van het kabinet of Rutte voorop van geen belang is wat die cultuursector voorstelt, wat die betekent. Ook zelfs niet economisch kennelijk, maar in ieder geval niet in overdrachtelijk morele zin en wat het betekent voor al die mensen die die kunst uitoefenen. Josmine, voor de horeca, toch denk ik, ik snap het echt. Ik voel ook heel erg ermee mee. Ik heb ook niet voor niks het pleidooi gevoerd. En toch denk ik dat wij ook met elkaar moeten accepteren, ergens wordt, nadat een discussie gevoerd is, wordt er een keuze gemaakt en gezegd van jongens, dit is het nu. En daar doen we het dus ook mee.